Hey Thuiswerk Yogi, wat goed je weer te zien bij de 5 dagen yoga challenge voor thuiswerken. Mijn naam is Kim en vandaag is dag 4 van de challenge. En vandaag, I've got your back. Letterlijk en figuurlijk, want we gaan werken aan onze rug. Vandaag gaan we eerst een lesje anatomie doen, die van je wervelkolom, je ruggengraat. Je wervelkolom bestaat uit verschillende wervels. Helemaal van hierbovenin je atlas naar beneden je staartbeentje. En dankzij die wervels kun je allerlei dingen doen. Zoals staan, rechtop zitten, buigen, draaien. En daarnaast is je wervelkolom de beschermer van je ruggenmerg. En die ruggenmerg die zorgt dan weer voor de connectie tussen je hersenen en je spieren. En die stuurt allerlei signaaltjes over en weer. Je wervelkolom is dus best wel een verantwoordelijk en druk baasje. En daarom gaan we er vandaag even goed voor zorgen. En dan specifiek voor onze bovenrug en onderrug. En dat doen we opnieuw gewoon vanaf onze stoel, achter je tafel of bureau. En vandaag heb ik wel een klein beetje meer ruimte voor mezelf gecreëerd, omdat ik anders niet met mijn armen opzij kan. Dus misschien wil jij dat ook doen. En als je dan een goede plek hebt gevonden, kom dan zitten in het midden. Zet je voeten op de grond, het liefst eigenlijk zonder schoenen, zeker zonder hakken. En waarom zonder hakken? Omdat als je met hakken aan zit, dan krijg je eigenlijk automatisch al spanning op je kuiten. Het doet dus wat met je houding, dus daarom doe ze liever uit. Dus voeten op de grond, rechte rug en sluit je ogen. En kom dan langzaam en rustig naar het hier en nu. Laat de rest los. Vergeet je to-do-lijst. Laat je inbox gaan. Dat ene mailtje wat je nog moet sturen, dat komt zo meteen wel. Het wacht allemaal op jou. En dat is prima. Want je bent nu hier. En je bent nu bezig met yoga. Voor jezelf. Adem in. En adem uit. En voel ook even waar je adem zit. Zit die onder in je buik? Misschien wat hoger? Is die snel? Of is die langzaam? Bekijk het gewoon zonder oordeel. En verander er niks aan. Het is goed zo. En dan mag je je ogen openen of gesloten houden. Je armen langs je lichaam. En dan reik je ze via de zijkant omhoog. En dan breng je je vingertoppen naar elkaar toe. Sluit je je handen. En breng je je handen voor je hart. Adem in, zijwaarts en omhoog. Uit, handen voor je hart. In, omhoog. Uit, handen voor je hart. En als je dan zometeen weer boven bent, mag je daar blijven. En dan pak je met je ene hand de pols van je andere arm vast. En dan trek je daar ietsje aan, zodat je een stretch krijgt aan de zijkant. Beweeg maar mee. De stretch voel je, als het goed is, helemaal hier. Voel je de hele zijkant openen. Voel je ruimte ontstaan tussen je ribben. En ga zo ver als dat je gewoon normaal kan blijven zitten. Dus als je te ver gaat, komt waarschijnlijk je voet omhoog. En dat wil je niet. Voeten stevig in de vloer. Dus ga dan gewoon een stukje terug. Adem in en adem uit. En dan wisselen we van kant. Pak je andere pols vast. En stretch opzij. Voel die stretch bij je ribben. Adem rustig in en uit. Heel goed.
En dan laat je je armen weer zakken. Dan vervolgens pak je je zitting vast met één hand. Steek je je arm omhoog. En buig je ook opzij. Heel goed. Je buigt nu iets verder eigenlijk, als wat we net deden. En als je wilt, kun je ook de andere kant vastpakken van je zitting, zodat je jezelf een beetje tegenhoudt. Voelt misschien wat steviger. Stretch die arm uit, maak je helemaal lang. Juist. En laat los. Doe het aan de andere kant. Pak je zitting weer vast, arm omhoog. En leun opzij. En als je dus wat meer wilt, dan kun je de andere zitting, of eigenlijk dezelfde zitting, maar aan de andere kant vastpakken. En dan kun je nog wat verder leunen. Yes. Voel die stretch. Blijf rustig in- en uitademen. Blijf wel ademhalen. Heel goed. En dan zet je je hand op de tegenovergestelde knie. En dan adem je in. En op een uitademing draai je rustig naar achter en opzij. Een twist. En dan kun je je rugleuning bijvoorbeeld vastpakken voor wat extra twist. Adem in, maak je lang. Adem uit, twist verder. En volg met je blik je lichaam. Kijk dus de kant op welke je op beweegt. En kom dan terug naar het midden. Plaats weer je hand op je knie. Adem in, maak je rug recht. En adem uit, twist opzij. En het is niet zo erg als je nu nog niet zo ver komt. In deze hele oefening komen we steeds ietsje verder door onze ademhaling te volgen en daarop mee te bewegen. Maar adem in, maak je lang. Adem uit, twist verder. En je kan opnieuw je rugleuning vastpakken. Tenminste, als jouw stoel dat toelaat. Anders kijk je even of er een andere plek is waar je wat extra druk kan zetten, een beetje tegendruk kan geven. Adem in, maak je lang. Adem uit, twist verder. Yes. En kom dan terug naar het midden. Gaan we een forward bend doen. Dus voeten stevig in de vloer. Maak een rechte rug. Handen op je, op je bovenbenen, gewoon losjes. En buig dan langzaam met een rechte rug naar voren. En je handen bewegen nu langzaam van je benen af, richting de vloer. Misschien komen je handen zelfs op de vloer terecht. Buik op je dijen. En laat je hoofd hier hangen. Adem rustig in en uit. En misschien dat je merkt dat je billen nu een beetje van je stoel afkomen. Kijk dan of het helpt als je een beetje naar voren of naar achter in je stoel gaat zitten. Waarschijnlijk heeft het te maken met de hoogte van je stoel, of dat wel of niet gebeurt. En gezien we thuis zitten te werken, vrees ik dat je je stoelhoogte niet kan verstellen. Dus accepteer het gewoon. Blijf nog even hangen. Nog één diepe inademing. En één keer uit. En dan op je volgende inademing kom je gecontroleerd omhoog. Probeer je rug weer recht te maken. En kom dan omhoog. Yes. En dan mag je wat verder voor in je stoel gaan zitten. En breng dan je armen naar achter en verstrengel je vingers. En strek je armen uit. Maak een rechte rug, trek je navel in.
En als je hier al voldoende voelt, je schouders zijn aan het werk, je borst is open, dan is dat oké. Maar als je wat meer wil, buig dan weer met die rechte rug naar voren. Kijk naar de vloer en neem je armen mee. En blijf hier even een rechte rug houden. Dus blijf gestrekt boven de vloer hangen. Je buik ligt waarschijnlijk wel op je dijbenen. Adem in, verleng. En adem uit, kijk of je je armen nog wat verder kan krijgen. En dan, als je wilt, mag je weer je hoofd laten hangen. En daarmee gaat waarschijnlijk ook automatisch je armen verder mee. Voel die intense stretch. Geniet ervan als het lukt. En dan mag je weer overeind komen. Doe dat opnieuw gecontroleerd. Dus niet in één keer overeind komen, maar doe dat gewoon langzaam. Werveltje voor werveltje. En laat dan je armen even los. Misschien draai je even met je schouders. Schud je even lekker uit. Heel goed. En dan plaatsen we weer opnieuw onze handen op onze bovenbenen, net iets voor onze knieën. En dan gaan we de cat-cow doen en die ken je waarschijnlijk nog wel. Dus op een inademing duw je je navel naar buiten. Maak je een holle rug. Beopen je je borst en kijk je omhoog. En op een uitademing trek je je navel in. Bolle rug. Kin naar je borst. Adem in. Open je borst. Kijk omhoog. Adem uit. Maak een bolle rug. In omhoog. Uit. Kin naar je borst. En je mag je ogen even sluiten als dat goed voelt. Heel goed. Kom dan terug naar het midden. Dan is het tijd voor de cow face. Daarvoor steken we één arm omhoog. En dan buigen we bij onze elleboog en leggen we onze hand op onze ruggengraat. Trek je navel in, zorg dat je een rechte rug houdt. En vouw dan je andere arm achterlangs en reik je vingers naar elkaar toe. Probeer ze te grijpen. Lukt dat? Als het niet lukt, dan mag je altijd gewoon je shirt vasthouden. En misschien komt er een dag dat het wel lukt. Duw dan je bovenste arm wat naar achter, zodat je er met je hoofd tegenaan kan leunen. En blijf ademen. Cow face. Een stretch voor je schouders en voor je bovenrug. En laat hem rustig los. Wisselen we van kant. Andere arm omhoog. Buig hem en leg je hand op je ruggengraat, op je wervelkolom. En probeer dan met de andere kant achterlangs je vingers te pakken. Ook hier weer, als er niet voldoende ruimte is, geen probleem, pak gewoon je shirt. Kijk hoe ver je komt. Of je misschien bijna je hele hand kan pakken of gewoon je vingertopjes. Recht je rug, navel in. Bovenste arm iets naar achter en leun er tegenaan met je hoofd. Voor wat extra stretch. Adem in en adem uit. Heel goed. Laat dan weer los en draai misschien even opnieuw een cirkeltje met je schouders. Dan gaan we een backbend doen op onze stoel. Ga daarvoor een beetje aan het begin van je stoel zetten. En omdat we thuis zitten te werken, heeft iedereen eigenlijk een andere stoel. Dus het is even kijken, passen en meten wat er voor jou hier precies werkt. Dus ik heb een paar opties. En de eerste is, pak je rugleuning vast achter je. Dus kijk of dat lukt. En dan
kijk je even hoe ver je op je stoel moet gaan zitten om naar achter te buigen. Open je borst. Kijk omhoog. En voel die bend in je rug. En als dit niet werkt, als je weinig voelt of je kan gewoon je rugleuning niet vastpakken, kun je misschien met je armen over je rugleuning komen hangen. En op die manier een bend krijgen. Open je borst opnieuw. Het is iets meer een ondersteunende backbend. Wat ook kan, is dat je je handen op je zitting zet, achter je. En dat je dan in je armen leunt en je borst opent. Andere optie is nog, en dit is de laatste echt waar, dat je je zitting vastpakt. En dan je borst opent. Probeer dus even uit waar jij precies die stretch krijgt. Hoe het met jou en je stoel, hoe die samenwerking het beste gaat. En adem rustig in en uit. Open die borst. Open je hart. En dan mag je terugkomen naar het midden. Ga rechtop zitten. En zorg dan dat je een beetje, ja, wel vooraan in je stoel zit eigenlijk. Recht je rug. En til dan je ene been op. En leg die over je andere been. Je enkel gaat net over je been. En het zit ongeveer voor je knie. Een soort viertje maak je eigenlijk. En dan flex je je voet. Dus je trekt je tenen naar je toe. En dat hou je ook de hele tijd zo. En dan leg je je ene hand op je knie. En de ander leg je net boven je enkel. En dan begin je met wat druk uit te oefenen op je knie. En dat voel je waarschijnlijk al behoorlijk in je heupen. Het is een echte heupopener. En dan buig je met een rechte rug. Je leunt naar voren. Yes. Nog meer stretch. Lekker. En dan leg je je onderarmen op je onderbeen. Je vingers kun je in elkaar verstringelen. En waarschijnlijk voel je nu niet alleen meer die stretch in je heup. Of sowieso meer stretch in je heup. Maar ook in je onderrug. En als je nog meer stretch wilt in je onderrug. Dan mag je verder voorover buigen. En je handen helemaal naar de vloer proberen te brengen. Hang maar eroverheen. En je mag je hoofd laten hangen. En adem hier rustig in en uit. Het is een hele flinke stretch. Op je heupgewricht en je onderrug. Die verleent zich zo helemaal. Adem in. Adem uit. Dit heet de pigeon pose. Of eigenlijk is het een aanpassing daarop. Normaal gesproken op je yogamat doe je dit met je ene been gestrekt naar achter. En dan mag je er weer rustig uitkomen. Doe dit met beleid. Misschien leun je met je handen op je onderbeen en duw je jezelf omhoog. En dan mag je je been weer op de vloer zetten. Dat doen we uiteraard ook aan de andere kant. Dus til je been weer op. Je enkel ligt iets over je andere been. Flex je voet. Doe dit echt, want het is ter bescherming van je knie gewricht. En duw dan weer voorzichtig op je knie. Het is niet de bedoeling dat je keihard gaat zitten duwen. Gewoon oefen wat druk uit. En dan mag je je langzaam met een rechte rug naar voren buigen. Trek je navel in. Blijf hier even. En dan zijn we klaar voor de volgende stap.
En dat is met je onderarmen leunen op je onderbeen. Blijf aan die rechte rug denken. Voel de stretch aan je andere heup. Misschien is die nu wat meer of juist wat minder. En je mag hier blijven als dat voldoende is. Maar als je nog meer stretch wilt in je heup, maar ook zeker in je onderrug, dan zak je langzaam naar beneden. Laat je je armen naar beneden hangen. Misschien kun je de vloer aanraken met je vingers. Misschien ben je heel lenig en kun je gewoon vol je hand op de vloer zetten. En hang hier lekker. Hou die tenen naar je toe getrokken. Voet geflexed. Adem in. En adem uit. We blijven hier nog even. En dan op je volgende ademhaling mag je weer je handen op je onderbeen zetten. En op een inademing kom je dan rustig omhoog. Welkom terug. Zet dan je voet weer op de vloer. En dan mag je je ogen sluiten. Voel de after effects, de naweeën van de oefeningen van zojuist. Misschien voel je nog een klein beetje spanning. Misschien voelt het al juist heel erg los en open. En misschien merk je dat je rug wat langer is geworden. En dat ook je ademhaling wat langer is geworden. Adem in. En adem uit. En breng dan je handen voor je hart, Anjali Mudra. Registreer even hoe je je nu voelt. Misschien voel je je kalm, rustig, misschien zelfs rozig. En probeer dat gevoel mee te nemen in je dag in. Je kunt er af en toe naar teruggrijpen. En dan wens ik je een hele fijne, mooie, productieve werkdag. En dan zie ik je morgen weer. Namaste.